Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben vandaag alleen thuis. Ik ga met Jessie, die komt zo hierin, en Ryan, dat is een vriend van ons, naar Sneakernes in Amsterdam. Zo'n evenement als elk jaar. En ik heb even tijd voor mezelf thuis, dus ik ga denk ik even al deze zooi opruimen. Dit en gewoon dit allemaal een beetje uitzoeken. En ik moet eigenlijk ook nog wat boekhouding doen. Ik moet eigenlijk ook mijn mail nog doen. Dat is zeg maar van die dingen, dat heb ik niet aan toegekomen de afgelopen week. Dus ik straf mezelf door dit in het weekend te moeten doen. Nou ja, I don't care. Ik werk wanneer ik wil. Ik heb gedoucht. Het is best wel fris de laatste dagen, want elke keer denk ik ga de jacuzzi in. En het is best wel hard aan het waaien, denk ik. Het is wel lekker aan de ene kant, maar ik wacht altijd hij vanavond weer thuis en dan gaan we lekker samen. Maar eerst ga ik de video een stukje af editen voor vandaag. Ho! We hebben bezoek! I'm here again! Again, laat de nagels alsjeblieft even zien. Oh my god, wacht even, heel close. Dat is echt heel goed. Wil je alsjeblieft een ASMR video opnemen hiermee? Please. Nee, doe. Ja, dit, please, please, please. Dit is letterlijk. Oh my god. En dan noem je het extra Swarovski nail tapping ASMR. Doe. Oké. Zij zijn zojuist vertrokken. Ik ga een video editen. Ik mag een shirt van Foof hebben trouwens. Oude Tommy shirt. Ik zeg ja, is leuk voor thuis dragen of zo. Weet je wel, gewoon zo'n chill outfit. I like it. Ik denk dat het wel een beetje klaar is, hè, met die Tommy shirts. Ik ben dus even bezig en ik dacht, ik kijk heel even de Royal Wedding. En echt serieus, ik kom net op het moment dat zij aankomt. Timing, jongen. Ah, ze is zo knap, hè. Oh. Oh, mooi jurk. Wauw. Mooi clean. De jurk. Prachtig. Oh, de haar opgestoken. Ik dacht dat ze wel los zou doen. Wel klassiek. Wauw. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Oeh, die is nerveus. Of ze al iets kunnen zien. Dat zal nog niet het geval zijn. Oh, wauw. Die kroon. Oh, jongens. Oh. Zo romantisch. Oh, ik hou van bruiloften echt. Ik vind het zo mooi, want ik moet altijd janken. Oh. Oh. Gossie. He hit the freaking jackpot met deze vrouw. Jeetje, zij is zo mooi. Gossie. Wat, dit is echt een Disney sprookje. According to God's holy law. Oh. In the presence of God. Mocht je hem niet hebben gezien, kijk het terug. Dit is echt een waanzinnige bruiloft. Ik ga even lunch voor mezelf maken. Ik vind dit in de vriezer freaking raspatat. Dat was dat ene van Japan. En ik vind vegan chicken nugget. En op het plaatje zie je de raspatat. Dus het is ook nog eens perfect bij elkaar. Ik ga het gewoon allemaal in de oven gooien. Die moet gewoon een kwartier. Ik gooi die er gewoon bij. Er staat niks op verder. Heeft iemand anders ook dat de lepel van de rijstkoker, dat echt de beste lepel is om dingen te scheppen? Echt amazing. Ik kon geen bakpapier vinden, dus ik dacht ik doe wel even zilverfolie. Maar het werkt wel, maar bakpapier is toch beter. Anyway. Ik zit die kipnuggets te eten en het smaakt echt naar kip. Zo vreemd. Ik heb ze al gekocht bij, wat is dit? Amazing Oriental. Die hebben allemaal van die, ja het is gewoon zeg maar een Aziatische supermarkt. Superleuk. En in de vriezer vond ik daar allemaal vegan dingen. Ik dacht, oh, feest. Ja. Hoe leuk is dit als mukbang? Vegan chicken nuggets mukbang. Let me know als je wil. Ik heb gewerkt en geslapen ook. En ik word wakker met echt 100 schoendozen en anders. En ze komen binnen. Wow, Supreme, dit. Gewinkeld hoor. Het gaat ook maar door. Ik ben heel benieuwd. Nou, doeg! Doei! Ik heb trouwens jurken binnengekregen van Nelly die ik heb besteld. Want FHM wordt volgende week, donderdag. Heel erg zin in. Dat is heel veel passen. En ik heb ook een jurk van Josh die ik ga passen. Oké, we beginnen met deze. Die vond ik zelf het mooist. Ja, qua bovenkant vooral. Maar split is... Ja, het is niet eens erg, want het is FHM. Want... Oh ja, nou...
Het is wel heel hoog, maar... Ja, ik vind de split wel mooi. Maar wel hoog. Echt heel hoog. Het is echt heel hoog. Oké, nee, die moet ik terugsturen. Dan heb ik deze. Die ziet er van voor een beetje boring uit, vind ik. Ja, die rand is wel cool. Maar achter is wel echt... Ja, ik vind het wel mooi, dat kant. Maar het is wel een klein beetje saai. Klein beetje boring. Oeh, deze is very nice. Very FHM. Oh, die split. Oké, wacht zo. Dit is... Ja, deze vind ik echt mega mooi. Very sexy. Past bij het thema. I like it. Ah, of misschien net te kort. Oké, even die van Josh passen nog. Oh my gosh, deze is zo mooi. Deze is van Josh. Oh! Maar dit is echt gala. Dit wil ik een keer naar een gala aan. Oh. Ik denk dat het die van net wordt. En dan deze bewaren voor een gala dingetje. We have sushi. Bol. Oh, wat een... Oké. Onze vaste sushi tent die heeft dus pokeballs. Maar wat ze niet meer hebben, daar ben ik echt een beetje nooit hoor. Is freaking vegetarische gyoza's. Mijn fave. Die heb ik altijd in mijn mukbang. Zie die crunchy. Nee. Oh, dus nu hebben ze... Het is wel vegan dit. Dus ik ben een beetje... Weet je dat ik denk... Beetje in shock ben je er beetje wel van, in shock, hè? Ja. Ja, dat voel ik. Ik bedoel, eten is echt gewoon... Mijn leven draait om eten, zeg maar. Mijn leven draait om jou. Ja, mijn leven draait ook om jou. Nee, maar... nee. Kom op, nee. Onze liefde voor eten is precies hetzelfde. Ja, maar toch minder groot dan mijn liefde voor jou. Kijk, ik heb deze film nog eens mee gekeken, want dit zijn jouw twee favoriete acteurs. Is het een serie of film? Film. Nee, zullen we een serie doen? Maar wat? Zijn jullie ook zo lang bezig op Netflix met wat je wil kijken? Ik heb het in de woord. Echt, als in... Oeh, season 2. Ja, dit is het nieuwe seizoen. Wacht, wat? 13 Reasons Why. Ja, met die foto's. Gaan we dat doen? Dat is goed. Eén aflevering? Ja. Hoi. Ik heb overzicht overgeslagen per ongeluk. Van wat de vorige keer was gebeurd. I don't know. Wil je dat zien? Nee. Nou ja, misschien als reminder. Zoals ik hier bang nooit uit. Uit. We hebben een beetje Fortnite gespeeld. Een beetje serie gekeken. En nu gaan we slapen. Welterusten. Welterusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.